Let's open with prayer. Laat ons beginnen met een gebed. Amen. Amen. If we could turn to our notes. Laten we naar de notities gaan, de aantekeningen. De page 5. Citaten. Pagina 5. We've read early writings, page 118. We hebben eerste geschriften 118, bladzij 118. De bladzijreferentie is altijd de Engelse referentie. We've made the connection between the binding off and the third angel's message. We hebben de verbinding gemaakt tussen de derde engelboodschap en de boodschap van het binden, het samenbinden. Die verbinding hebben we gemaakt al. And we're in the next section, which is testimonies to the ministers, page 444. En het volgende wat we gaan lezen is een Testimonies to Ministers, pagina 444. Page 5. Page 5. Perfect. Ah, yes. Very nice. Paragraph 3, subtitled The Sealing. Paragraaf 3, met de boventitel De Verzegeling. So we spoke about the refuge that's being discussed here. We hebben de refuge. We hebben erover gehad. Or the shelter. Er een toevluchtsoord, een schuilplaats zal zijn voor Gods volk. As being not a physical place. Niet als een fysieke plaats. But an experience. Maar als een ervaring. It's the seal that you've received. Het is dus, dat is het zegel wat je ontvangt. So I've made a distinction between the sealing and being sealed. Er is dus een verschil gemaakt tussen verzegeld worden en verzegeld zijn. Which is the culmination or the last step. Wat uiteindelijk de laatste stap dan ook beinhoudt. We read Isaiah 26 verse 20. We hebben Jesaja 26 vers 20 gelezen. And remember this is the same paragraph. En herinnert u zich dat dat dan ook hetzelfde paragraaf is? Then she switches to John seeing the elements of nature. En dan staat er geschreven dat Johannes ziet de elementen van de natuur. She talks about earthquake, tempest, political strife. Ze spreekt over aardbeving, hongersnood en politieke onrust. So you know that what she's referring to here when she says the elements of nature. So waar ze op wijst, de natuurelementen. Is the indignation that she mentions on the line before. En dat betrekt ze op de dingen die ze daarvoor heeft gezegd. And it's the tremendous judgments on the line before that. En dat zijn de oordelen die daarna dan plaats hebben zullen vinden. So we've got tremendous judgments. Ze willen grote tremendous judgment. Ah, natuurlijk. Het citaat daarboven staat natuurlijk de grote oordelen. Indignation. Gramschap. Dank u wel, broeders. Maybe I'll do it from here. And then the elements of nature. En dan de natuurelementen die ook naar voren zullen komen. These are just three different symbols that she's using for the same thing. Het zijn drie verschillende symbolen die ze voor hetzelfde ding hier gebruikt. And then she's going to explain what these are. En hier legt ze dan uit wat het daadwerkelijk is. Earthquake, tempest, political strife. Aardbeving, tempest, hongersnood. En politieke onrust. And then she's going to say all of these. En dan zegt ze ook dat al die dingen. The judgments. De oordelen. The indignation. De gramschap. The elements of nature. De natuurelementen. Are all symbolized or represented. Zijn allen gesymboliseerd of gerepresenteerd. By four angels. Door vier engelen.
who are holding back die terughouden these winds. De winden. So there are these winds. Daar zijn dus winden. Which are the judgments, indignations and nature. Dat is dus de oordelen, de gramschap en de natuur. And they're being held by these four angels. And these are three things by four angels. The four winds. De vier winden. Are being held by the four angels. Worden door de vier engelen teruggehouden. She hasn't mentioned four winds here. Ze heeft niet vier winden hier benoemd. She's just said. Ze heeft alleen gezegd. As my brother observed. Zoals ik. Those three things. Die drie dingen. The judgment, indignation, nature. Het oordeel, de gramschap en de natuur. De natuurlijke zaken. Which are all the same thing, one thing. Wat eigenlijk alles één en hetzelfde is. Which she then calls winds. Wat ze daarna als winden benoemt. Are being held back by four angels. Worden teruggehouden door vier engelen. And all this is referring back to Revelation 7. En dat wijst allemaal terug naar Openbaring 7. And the reason we say there are four winds. En de reden waarom wij het vier winden noemen, is because we know that there are four angels. Is omdat we weten dat er vier engelen zijn. And they're discussed in the verses. En die worden dan ook benoemd in de verse. What I want us to understand, pick up. We read this before. We hebben het al een keer gelezen, maar we willen daarop teruggrijpen. There is the safety of God's church. Er is de veiligheid. Daar is de veiligheid van Gods volk, Gods kerk. When it says there, wanneer er gezegd wordt daar, it's pointing to the angels. Dan wordt er gewezen op de engelen. And their restraining power. En hun kracht om deze dingen terug te houden. The restraining power of the angels is the safety of God's church. Dus die kracht die de engelen hebben om het terug te houden is de veiligheid van Gods volk. And what we mustn't become confused about. Waar we ons niet over moeten in de war laten brengen. Is that the reason there's peace and safety today. Dat er een vrede en veiligheidsboodschap kan zijn. Is because it's for your safety. Want het gaat eigenlijk om uw veiligheid. Because the Lord knows. Want de Heer die weet. That the process of sealing. Dat het proces van de verzegeling. Takes time. Tijd kost. And more often than not. En vaker wel dan niet. It takes longer than you realize. Duurt dat langer als dat je je kan voorstellen. The angels of God do His bidding. De engelen van God. Do His bidding. Do His counsel. Do His work. Do His words. De engelen van God doen het werk van God. They follow His instruction. Aha. Zij doen het werk dat de Heer hen heeft opgedragen. And they're holding back the winds. Zij houden de winden terug. So that the winds shouldn't blow. Zodat die winden niet zullen waaien. On the earth, the sea, or the trees. Op de aarde, de zee of door de bomen. Until the servants of God are sealed. Totdat de boodschappers van God zijn verzegeld op hun voorhoofden. Now I've not taken the time to mark the beginning of the sealing. Ik markeer nergens een tijd waar het begin van de verzegeling zal plaatsvinden. Because it's really a subject of the reform line. Want dat is eigenlijk een onderwerp wat in de reformlijns meer en duidelijker terugkomt. But we're marking that at 9/11. Maar we markeren dat bij 9/11. And the reason we're using this passage. En de reden waarom we deze passage nemen. Is to draw at least one truth out of it. Is om er op zijn minst één waarheid uit te halen. That the sealing is progressive. Dat de verzegeling progressief is. It's going to come in three steps. Het zal in drie stappen komen. The earth, the sea and the trees. De aarde, de zee en de bomen. Now. It's already been mentioned at this prophecy school. Het is hier op deze profetie school, deze profetie seminar, is het al een keer benoemd. But it's a theme that we've mentioned many times. Maar het is een thema dat al vaak benoemd is. There's an internal and an external truth. There's an intern en een extern waarheid. The most basic way we understand this. De meest basale manier waarop we dit kunnen verstaan. Is through the symbology of the seals. And the churches.
is op de manier hoe wij begrijpen hoe de zegels, de zeven zegels en de zeven gemeentes in de Openbaring worden beschreven. The churches, de gemeenten, the seven churches Revelation, de zeven gemeenten uit de Openbaring, are the experience of God's people through the ages. Zijn de ervaringen van Gods volk door de tijd heen. In fact, today we should actually say they're just the experience of God's church. We zouden vandaag de dag zelfs kunnen zeggen dat het de ervaring van Gods kerk is. Because when we think about ages, want als we erover nadenken over tijden, jaren, we think of hundreds of years, dan denken we eigenlijk over honderden van jaren. And we need to rethink that. En dat moeten we eens opnieuw overdenken. Because the churches, want de kerken, de gemeentes, are the experience of God's people, zijn de ervaringen van Gods volk, not only over hundreds of years, niet gezien over een periode van honderden jaren, but also at the end of the world, maar ook terug te zien zijn aan het einde van de wereld. And the seals, en de zegels, are the experience that God's people have, zijn de ervaringen die Gods volk zullen hebben, as the world interacts with them, als de wereld met hen in contact komt en dan in interactie komt met Gods volk. So we have an external line of truth and an internal. Er is een interne lijn van waarheid en een externe lijn van waarheid te zien. So we're jumping ahead a little bit. We springen nu eventjes een stukje naar voren, verderop. I assume we've all heard this concept of the priests, the Levites and the 11th hour workers. Ik denk dat jullie, de meeste van jullie er wel eens van hebben gehoord over het concept van de priesters, de levieten en de 11e uur werkers. We may or may not have. Misschien ook niet. But those three groups of people, maar deze drie groepen van mensen, in this passage, in deze passage, are the servants. Zijn de dienaren, Gods dienaren. Now, I already alluded to this fact. Maar ik heb alleen dit feit even naar voren gebracht. When we looked at volume 6 of the biographies. Toen we naar volume 6 van de biografie hebben gekeken. Where that curious pastor, waar deze nieuwsgierige pastor, listened to Ellen White at the front of the tent. Toen aan het luisteren was naar de preken van Ellen White en hij was toen voor in de tent. At the back of the tent. En toen ging hij achter in de tent weer luisteren. And at the outside of the tent. En toen ook buiten de tent zelfs. Three times. Drie keer. One message. Eén boodschap. Being heard. Is gehoord. By three groups of people. Door drie groepen van mensen. That tent. Deze tent was a symbol of the tabernacle. Was een symbool voor de tabernakel. The temple. De tempel. The church. De kerk. So you have two groups. Dus er zijn twee groepen. One at the front and one at the back. Eentje voorin, eentje achterin. And then there's a group outside. En er is een groep buiten de tent. If you're outside of the church, you're a Gentile. Als je buiten de tent bent, behoor je tot de heidenen. So just in that simple example. Dit simpele voorbeeld. You can see that in the church there are two groups. Kan je zien dat er in de kerk twee groepen aanwezig zijn. Think of a queue. Denk aan een rij. One at the front and one at the back. Eén aan de voorkant, één aan de achterkant. It's based upon this concept. Het is gebaseerd op dit concept. Of these three groups. Van deze drie groepen. Two in the church. Twee in de kerk. One outside of the church. En eentje buiten de kerk. That we build up this model of the priests, the Levites and the 11th hour workers. En op dit concept bouwen wij die gedachten over de priesters, levieten en de 11e uur werkers. You see these three groups in many different places. We zien deze groepen op vele andere plaatsen ook terug. Without going to the passages, I'll just direct you to some. Zonder naar de citaten te gaan, maar ik zal er een paar aanwijzen. 2 Chronicles 20, chapter 29 and 30. 2 Korinthe 29 vers 30. And Ezra chapter 7 and chapter 8. En Ezra hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. So in 2 Chronicles. Zo in 2 Korinthe. You have 2 Chronicles. Chronieken. Heb ik wat anders gezegd? Oh, 2 Chronieken. Okay, dankjewel. In 2 Chronicles. 2 Chronieken. Remember dealing with chapter 29 and 30. Daar hebben we het over hoofdstuk 29 en 30 al gehad. You identify the priests and the Levites. Daar wordt er gesproken over de priesters en de levieten. Doing a work for God. Die daar een werk voor de Heer doen. The next chapter.
In het volgende hoofdstuk. You see an invitation. Wordt er een uitnodiging uitgevaardigd? To the 10 northern tribes. Naar de 10 stammen van het noordelijke rijk. Who are a symbol of the world. Die symbool staan voor de wereld. Being invited to come to a Passover. En die worden uitgenodigd om het Pascha met hen te vieren. So the theme there is the sanctuary. Dus het thema wat we daar zien is het heiligdom. And you have three groups identified. En er zijn drie groepen weer geïdentificeerd. The priests, the Levites and the 10 tribes. Priesters, levieten en de 10 stammen. In Ezra 7 and 8. In Ezra 7, hoofdstuk 7 en 8. You have the same theme of the sanctuary. Daar heb je hetzelfde thema weer terug over het heiligdom. But here it's the workers, those who work in the sanctuary. Daar zijn de werkers, degenen die werken in het heiligdom zichtbaar. You have the priests, daar heb je de priesters, the Levites, de levieten, and the Nethinims. En de Nethinims. The Nethinims, the Nethinims are Gentiles, staan ook, representeren ook de heidenen, who were brought into service in the tabernacle. Die meegenomen werden om te dienen in de tabernakel, in de tempel. And you cannot have the tabernacle services functioning correctly. Je kan de dienst van het heiligdom niet op een correcte manier laten verlopen. It can't come to its perfection. Het komt tot zijn perfectie. Without these Gentiles. Met ook de heidenen erbij. So you have these three groups. Dus die drie groepen zijn absoluut nodig. Ellen White talks about this third group. Ellen White spreekt ook over deze derde groep. Through the terminology of the 11th hour workers. Dus dat de 11e uur werkers er ook erbij komen. The parable that Christ gives. Waar ook Christus als een gelijkenis over spreekt. About these workers coming in at various hours of the day. Daar komt het ook vandaan, de 11e uur werkers, waar de werkers op verschillende uren van de dag naar de werkplek komen. And she expresses it in the following way. En zij legt het uit op de volgende manier. Those 11th hour workers. En dan wij spreken over de 11e uur werkers. Will replace God's people. De vervangers zullen zijn voor Gods volk. So I've just given you some background information. Dus ik geef jullie een beetje achtergrondinformatie nu. To show you the reasoning behind having these three groups of people. Waarom we over deze drie groepen van mensen spreken. Here in this passage. Hier in deze passage. It's not identifying the three groups of people. Worden niet die drie groepen geïdentificeerd. But it's dealing with three geographical areas. Maar hier wordt gesproken over drie geografische gebieden. The earth, the sea and the trees. De aarde, de zee en de bomen. And I want to suggest to you. En ik wil u voorstellen. That these three geographical areas. Dat deze drie geografische gebieden. Mark the United States or the glorious land. De Verenigde Staten, het heerlijke land, representeren. Europe. Europa. And then all the nations of the world. En dan de rest van alle landen van de wereld. So we have the earth. We hebben de aarde. The sea. De zee. And the trees. En de bomen. Representing the USA. Die stellen dan voor de Verenigde Staten. Europe. Europa. And the nations of the world. En de andere landen, alle andere landen van de hele wereld. We could call them the Gentiles. Die kunnen we ook heidenen, de heidenen benoemen. Although this is talking about the world. Hoewel dat over de wereld spreekt. We're not talking about specific people. Hebben we het niet over een specifieke groep van mensen. So what we're trying to see. Wat we hier kunnen zien. You've got three groups of people. Drie groepen van mensen. And you've got three geographical areas. En drie geografische gebieden. And they're going to have some interaction one with another. En die hebben contact met elkaar, interactie. Do not think. Denk daarbij niet. If we're talking about the priests. Dat als we over de priesters spreken. They come from America. Dat ze uit Amerika komen. And that the Levites come from Europe. En dat de levieten uit Europa komen. That is not a correct understanding. Dat is niet de juiste manier hoe we dit zouden moeten verstaan. So don't think that's what I'm teaching. Denk niet dat dat hetgeen is wat ik hier probeer te leren. So we're going to
have an attempt to read through the great controversy. We willen nu even door het grote conflict bladeren. This is not in your notes. Dit staat niet in jullie notities. It's GC88. Het gaat over het grote conflict 1888 uitgave. Beginning page 439. En we starten in de Engelse 439.3. I'm pretty sure it's identical to the great controversy, the version that most of us are familiar with. Hij is er bijna zeker van dat het ook hetzelfde is als de normale grote conflict die gangbaar is. She's going to bring in a number of Bible passages here. Hier worden een aantal Bijbelversen bij elkaar gebracht. She's going to bring in Revelation 13. Openbaring 13. Revelation 17. En Openbaring 17. And Daniel 7. En Daniel 7. But the backdrop of all of this chapter. Maar het begin of het basis van dit hoofdstuk. Is really dealing with Revelation 13. Het gaat eigenlijk over hoofdstuk 13 meest. Revelation 13, as you all know. Openbaring, zoals u weet. It's dealing with two beasts. Openbaring 13 gaat over twee beesten. It's the beast that comes out of the sea. Eén beest dat opkomt vanuit de zee. And the beast that comes out of the earth. En het beest dat vanuit de aarde omhoog komt. So we're using that backdrop. So dat in ons gedachte gebruiken we nu. To discuss the earth and the sea. Om de zee en de aarde ook te bespreken. Two beasts, one out of the sea, one out of the earth. Twee beesten, één uit de zee, één uit de aarde. These areas of the earth and the sea. Deze gebieden, de aarde en de zee. And she's gonna, in this passage, she's gonna make a contrast. In dit stukje tekst maakt zij een contrast. How these beasts rise up. Hoe deze beesten oprijzen. One rises up out of the sea. Eén komt op vanuit de zee. And one out of the earth. En één vanuit de aarde. She says at this point. Van op dit punt gezien. A symbol is introduced. Wordt er ook een symbool geïntroduceerd. And it's Revelation 13:11. Het is Openbaring 13 vers 11. It's the beast that comes up out of the earth. Het is het beest dat uit de aarde opkomt. And then she says the appearance of this beast. En dan spreekt ze over de verschijning van dit beest. It's two horns. Met twee hoornen. And the way it rises up. En de manier hoe het opkomt. Gives the characteristics. Dat geeft de karakteristieken. That help you to identify. Om ons te helpen te identificeren. What this beast represents. Welke beesten dit eigenlijk, wat deze beesten eigenlijk voorstellen. And it's in contrast. Het is in contrast. To the beast that is being discussed at the beginning of the chapter. Dat in het begin van het hoofdstuk wordt. Het is een contrast met het beest dat in het begin van het hoofdstuk, Openbaring 13, wordt besproken. Which you know has got seven heads and ten horns. Waarvan jullie weten dat het zeven hoofden en tien hoornen heeft. Are we all okay with that? Zijn we erbij? Okay. All right. Then she's going to now go to Daniel chapter 7. Dan gaat ze een wijd verder naar Daniel 7. And she's going to contrast the beast of the earth. En dan spreekt ze over de beest dat uit de aarde opkomt. With the beast that rises up out of the sea. In vergelijking met het beest dat opkomt vanuit de zee. Remember we were in Revelation 13. Herinnert u, we zijn in Openbaring 13. That beast comes out of the sea. Dit beest komt uit de zee. Now she's going to go to Daniel 7. Nu gaat ze naar Daniel hoofdstuk 7. Daniel 7 talks about four beasts coming up out of the sea. En hier spreekt Daniel 7 gaat over vier beesten die vanuit de zee opkomen. We're not reading the passages because we're so familiar with them. We lezen nu deze stukken tekst niet, want we kennen die bijna uit ons hoofd. So those four beasts. Die vier beesten. That come up out of the sea. Die uit de zee opkomen. Are prefiguring. The beast of Revelation 13 that comes out of the sea. Stellen voor de vier beesten uit Openbaring. Are prefiguring them? Prefigure the beast in Revelation 13. Stellen voor het beest uit Openbaring 13. That comes out of the sea. Dat uit de zee ook opkomt. You got five beasts coming out of the sea. Dus eigenlijk in totaal hebben we vijf dieren, vijf beesten die uit de zee opkomen. Four in Daniel 7 and one in Revelation 13. Vier in Daniel hoofdstuk 7 en één in hoofdstuk 13 van Openbaring. And you know. En u weet. That the beast of Revelation 13. Dat het beest uit Openbaring 13. Ends up being a composite. Uiteindelijk zijn einde bereikt en dan composite samen gaat.
Of the beast of Daniel 7. Met het beest uit Daniel hoofdstuk 7. Is that all familiar territory to everybody? Is dat bekend voor u? She's going to make the contrast. All we're doing is we're paraphrasing what she said in Great Controversy. That's all I'm doing. Het enige wat we eigenlijk nu doen is stap voor stap nagaan wat zij in het grote conflict hier zegt. The sea of Daniel 7. De zee van Daniel hoofdstuk 7. Is not Europe. Is niet Europa. It's the Middle East. Het is het Midden-Oosten. We know that. Dat weten we. Because you've got Daniel, Medo-Persia, Greece, pagan Rome. Want we hebben Babylon, Medo-Persië, Griekenland en dan Rome. So that struggle that's going on there. Dus de worsteling die daar plaatsvindt. Is primarily involving the Middle East. Gaat hoofdzakelijk over dingen die gebeuren in het Midden-Oosten. But Revelation 13. Maar hoofdstuk 13 van Openbaring. That beast that comes out of the sea. Dat beest dat uit de zee opkomt. Is Europe. Is Europa. And the connection between them. En de verbinding tussen die twee. Is the sea. Is eigenlijk de zee. Then she quotes Revelation 17. Dan spreekt ze over Openbaring 17. And defines what the waters or the sea are. En dan beschrijft ze wat de wateren en de zeeën eigenlijk betekenen. People, multitude, nations, tongues. Mensen, menigte van mensen, naties van alle tong en taal. So what you've got. Wat we hier dus uiteindelijk hebben. Daniel 7, you've got nations striving with one another. Daniel 7, daar hebben we landen die met elkaar strijden. Rising one after another. Die één voor één opkomen. In an area that's populated. Uit een gebied dat bevolkt is. And you have the same characteristics in Revelation 13. En we hebben dezelfde karakteristieken die we hier zien als in Openbaring Revelation 17. Hè? Als in Revelation 13. Als in Openbaring 13. Daar zijn dezelfde karakteristieken te zien. And you're going to compare that. En dat gaan we weer vergelijken. To the beast of Revelation 13 that comes out of the earth. Met het beest van Openbaring 13 dat uit de aarde voorkomt. Standard Adventist teaching. Standaard adventistisch gedachtegoed. To help define. Om te helpen definiëren. What the beast that comes out of the earth is. Wat het beest dat uit de aarde opkomt uiteindelijk is. Comes up out of the earth. Komt uit de aarde op. Without overthrowing other powers before it. Zonder dat hij andere machten die voor hem waren omver dat hij die niet omver moest werpen om op te komen. And the second point. En de tweede punt is that it's in an area that's unpopulated. Dat het in een gebied is wat niet bevolkt is. Hopefully we should all be familiar with that. Hoop dat dit bekende stof is. She has one more piece of information which she got from Daniel 7. Ze heeft nog één stukje informatie wat ze uit Daniel hoofdstuk 7 haalt. It talks about the four winds striving upon the great sea. Ze spreekt daar over de vier winden die over de zee waaien. Daniel 7 verse 2. Dat staat in Daniel 7 vers 2. These winds are strife. Deze winden zijn oorlog. There's this strife. There's an oorlog. Which is symbolic. Wat symbool staat. Of conquest and revolution. Van conquest, dus verovering en revolutie. And that's what we read from Testament to Ministers 444. En dat is uiteindelijk wat we hebben gelezen uit dat eerste citaat. Testimonies to Ministers, pagina 444.3a. Political strife. Politieke onrust. The rise and fall of nations. Het opkomen en het vallen van naties, van volken. So she says this. Ze zegt uiteindelijk. This beast that comes out of the earth. Het beest dat opkomt vanuit de aarde. Could not arise. Kon niet opkomen. Among the crowded and struggling nationalities of the old world. Tussen de bevolkte en tussen de bevolkte wereld van de oude bevolkte wereld van de oude wereld zo gezegd. And she's going to say. Which is the turbulent sea. En het is de turbulente zee. Of peoples, multitudes, nations, tongues. Van mensen, naties en tongen. It must be sought in the western continent. Het moet gezocht worden in het westelijke continent. In een westelijk gelegen continent. She goes then to add other lines of proof.
Dan gaat ze naar andere lijnen van waarheden. But what she's just done here, maar wat ze hier uiteindelijk heeft gedaan. Talking about the first beast of Revelation 13. Het spreken over het beest uit Openbaring 13. Comparing it with the beast of the second beast of Revelation 13. Het derde beest vergelijkt ze uit Openbaring 13 met het tweede beest uit Openbaring 13. She says the first beast. Ze zegt dat het eerste beest comes out of the old world. Komt voort uit de oude wereld. And she says the old world is the sea. En ze zegt de oude wereld is de zee. And then she says. Dan geeft ze aan. It must be sought. Moet gezocht worden. In the western continent. In een westelijk gelegen continent. This was the earth. Het was de aarde. Weten we nog? We all know the difference between the old world and the new world. We kennen het verschil tussen de oude en de nieuwe wereld. This isn't even religious terminology. Dat zijn niet eens religieuze termen. It's a secular phrase. Het is een seculaire uitspraak. The old world and the new world. De oude wereld en de nieuwe wereld. Is identifying Europe and America. Wordt gerepresenteerd door Europa en Amerika, USA. And I'm just checking if I want to see anything more about that. Ik controleer nog even of er nog een aantal zaken zijn die ik nog daarover wil benoemen. I think that's enough proof. Ik denk dat dat voor nu even genoeg bewijs is. To show that the earth and the sea. Om te laten zien dat de aarde en de zee. Are represented by the United States. Worden voorgesteld door de Verenigde Staten. And Europe. En Europa. Now we're in Desire of Ages. Nou zijn we weer in Desire of Ages. And Wens de Eeuwen. This is chapter 64. En dat is hoofdstuk 46. In ieder geval het Engelse boek. There's much we can speak about this passage. Veel wat we over dit stuk tekst kunnen zeggen. But we're only going to point to a few short passages here. Maar we gaan over een paar kleine citaten heen nu. Desire of Ages, page 582, paragraph 4. Wens de Eeuwen, Desire of Ages, 582.4. DA 582. This is a story about the fig trees. Dit gaat over over de gelijkenis van de vijgenboom. Where after the triumphal entry. Na de triomfantelijke intocht van Christus. And this is. I'm just making sure I can get it correct. This is Monday. Dit gaat over maandag. Triumphal entry is on Sunday. De triomfantelijke intocht vindt plaats op een zondag. Now it's Monday, the next day. We vinden ons nu op de volgende dag, in de morgen, en dat is de maandag. And Christ is off to clean the temple. En Christus gaat zijn weg om de tempel te reinigen. So that gives you a bit of backdrop of where we are. Dus dat geeft eventjes een stukje duidelijkheid waar we ons bevinden op dit moment. If we have opportunity, I'd like to go back to this chapter because she lays out many truths that we need to understand here. Als ik nog de gelegenheid heb, dan wil ik graag nog even teruggrijpen op dit stuk, want er wordt veel duidelijkheid gegeven. So this isn't in your notes either. Sorry, dit is niet in uw notities. So it's Monday, he's going to clean the temple. Maandag en hij is op zijn weg, Christus, om de tempel te reinigen. He's hungry. Hij is ook hongerig. He sees a fig orchard. En hij ziet een vijgenboom of een vijgenboomgaard. He sees one of the trees. En hij ziet een van de bomen. Has leaves on it. En daar zijn al bladeren aan. And there's something special about this type of fig tree. En er is iets bijzonders aan dit type vijgenboom. Now, virtually any other fruit tree. Bijna elke fruitboom. Goes in this order. Gaat in de volgende volgorde. Leaves. Bladeren. Then you get the blossom or the flowers. Dan komt er bloemetjes. And then the fruit. En dan komt fruit, de this vrucht. Fig tree. Bij deze vijgenboom. This particular variety. Dit speciale soort. You have the fruit first. Dan heb je eerst de vrucht. Then the leaves. En dan komen de bladeren. So you know if you see a fig tree of this type. Dus als je een vijgenboom ziet van dit soort. With leaves, it has to have fruit. Met bladeren moeten er dus al vruchten aanhangen. So he sees one tree with leaves. Christus ziet een
boom met bladeren. He expects to see figs on it. Hij verwacht natuurlijk, daar zijn vruchten eraan. He examines it very carefully. En hij doorzoekt de boom zeer grondig. She says from top to bottom. Van de bodem tot aan de top. And cannot find any figs. En hij ziet geen enkele vijg. Not one. Geen één. And then we know the story. We kennen het verhaal. He curses it. Hij vervloekt de boom. Curses the fig tree. Vervloekt de vijgenboom. And then the next day, en dan de volgende dag, he's going to go back to the temple again. Gaat hij weer op zijn weg naar de tempel? This is Tuesday. Dit is dinsdag. It's the last time he's going to go to the temple. Dat is de laatste keer dat Christus naar de tempel gaat. And here they see that the fig tree has been blasted. En hier zien ze dat de vijgenboom totaal verdord is. Totally destroyed. Verwoest. And now Ellen White's going to comment on this. En nu heeft Ellen White ook een stukje commentaar op dit stukje. Desire of Ages 582 paragraph 4. Wens de eeuwen in het Engelse boek 582.4. Reference I already gave you. Hebben we al gezegd. The barren tree, de onvruchtbare boom, flaunting its pretentious foliage, that means showing off its fancy leaves. Aha, dat thank you. Dat liet al heel mooi zijn mooie bladeren zien. In the very face of Christ. Voor het gezicht van Christus. So she says this, the tree, de boom, zegt ze, was showing off to Christ how good it was. Liet eigenlijk aan Christus zien, kijk eens hoe mooi ik ben. Was a symbol of the Jewish church. En dit symboliseert de Joodse kerk. So this tree, deze boom, is showing off how beautiful it is. Laat zien hoe prachtig het is. In the very face of Christ, flaunting. Voor het gezicht van Christus. En daar straalt het. But it doesn't have any fruit. Maar er is geen vrucht. Then she says, dan that the Jews stood forth distinct from all other nations. En de Joden hebben heel veel voorrecht gehad ten opzichte van alle andere landen en volken. They were above the other people. Ze stonden boven de andere mensen. Hence this distinction. En houd deze gedachte vast. What we need to remember is they're all fig trees. Laat ons eraan denken, het zijn allemaal vijgenbomen. Then she comments next paragraph. En dan gaat ze verder op in de volgende paragraaf. All the trees in the fig orchard. Alle bomen in de vijgenboom boomgaard. Were destitute of fruit. They didn't. None of them had any fruit. Ze waren allemaal zonder vrucht. By these trees. Door deze bomen. All the other ones. Al de andere bomen in de boomgaard. Were the Gentiles represented. Werden gerepresenteerd door de heidenen. So there are two groups. Er zijn twee groepen. One with a leaf. Eén met bladeren. And the other with no leaves. En één zonder bladeren. One tree, the rest of the whole orchard. Eén boom en de rest van de boomgaard. So she says these trees. Ze gaat verder voor met deze boom. Represent the Gentiles. Representeert these trees. Ja, deze bomen representeren de heidenen. And then she goes on to describe more about these trees. En dan gaat ze verder om dingen te beschrijven van deze bomen. So I'm picking up from this passage. Vanuit deze passage pak ik nu en ga ik verder. The trees, de bomen, are a symbol. Staan symbool of the Gentiles. Van de heidenen. And the Gentiles. En de heidenen. Are the nations of the world. Zijn de volken van de wereld. So when we've got the earth, the sea, and the trees. Dus als we de aarde, de zee en de bomen hebben. What we're identifying is the external truth. Daar laten we zien wat de externe lijn van waarheid is. As the sealing goes from one group of God's servants to the next. Hoe de verzegeling zich voortschrijdt van de ene groep mensen naar de andere groep mensen. We've got an internal line and an external line of truth. We hebben een interne lijn van waarheid en een externe lijn van waarheid. Hopefully we can see that. Ik hoop dat u dat ziet. What we need to do. Wat aan ons nu is om te doen. Is then obviously to put waymarks here. Om natuurlijk wegmarkeringen op deze lijn te plaatsen. And then begin to make application. En ze dan ook toe te passen.
But that's a fairly detailed work. Maar dat is een zeer gedetailleerd werk. And my focus was on the internal work. En mijn focus ligt eigenlijk op het interne werk. During these presentations. Gedurende deze presentaties die ik doe. But we need to see. Maar we moeten zien, begrijpen. That there's this external work that's going on. Dat er een extern werk ook aan de gang is. As the controversy rages through the world. Als de het conflict dat gaande is door de wereld heen jaagt. That it's going to go first in the United States, then into Europe, and then to the rest of the world. Dat het als eerste losbarst in Amerika, en dan in Europa, en dan de rest van de wereld. So that makes some sense. Ik hoop dat dat logisch ook klinkt. Okay. Let me put one more piece of information in. Ik wil nog één detail graag invoegen. Let's go to Revelation 10. Laten we naar Openbaring 10. Openbaring hoofdstuk 10 gaan. Now, I'm going to leave you hanging. Ik laat u even hangen. I'm not going to come to a conclusion on this issue. Ik maak nog geen conclusie over dit onderwerp. Maybe you need to study this out for yourselves. En ik hoop dat, of misschien zou u dit ook zelf maar even door kunnen studeren. And I too need to refine my understanding of these truths. En ik moet zelf er ook nog flink aan de bak om dat voor elkaar te studeren en veel duidelijker ook te krijgen. Did I give you the chapter? Chapter 10. I did. Why were we in chapter 10? Waarom zijn we eigenlijk in hoofdstuk 10? Without reading it. Because we've got the earth and the sea here. Want we hebben de aarde en de zee hier. Waarom zijn we in Openbaring 10 geland? So now we're going to make some kind of application here. Nu wordt het ook een stukje praktischer. Because we've got this angel, we'll read it. Want we hebben hier natuurlijk die engel. Revelation 10:1. Hoofdstuk 10, vers 1. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was on his head, and his face was as it were the sun, and his feet as the pillars of fire. En ik zag een andere sterke engel afkomen van de hemel, die bekleed was met een wolk, en een regenboog was boven zijn hoofd, en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur. And who is this angel? Wie is deze engel? It's us. Oeh. Er wordt in het publiek gezegd Christus en hij zegt wij zijn het. Het representeert ons. People get nervous when I say that. Mensen worden nerveus als ik dit zeg. Because it's self-exaltation. Want het is zelfverhoging. But surely it has to be us. Het moet ons zijn. Het is Christus in ons, wordt ook gezegd in het publiek. Verse 2. Vers 2. And he had in his hand a little book open. And he set his right foot upon the sea and his left foot upon the earth. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was en hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. Remember when Ellen White, 81 years old, did the same thing? Herinnert u dat Ellen White toen ze 81 jaar oud was hetzelfde ding deed? And we marked that at midnight. En we hebben dat gemarkeerd op middernacht. But we can also mark it at 9/11. En we kunnen dit ook markeren op 9/11. As we do with this passage. Zoals we met deze passage so if you're not, doen. If you're not familiar with this, als u daarmee niet bekend bent. We mark this angel coming down. Dat wij markeren dat deze engel naar beneden komt. As 9/11. Als op het moment van 2001, 11 september. Yep. Or 1840. Of 1840. Are we okay? We should all be, I think, reasonably familiar with that concept. Ik hoop en ik ga er eigenlijk wel van uit dat u met dit concept wel vertrouwd bent. When Ellen White comments on this, als Ellen White over dit haar commentaar geeft. If you've got a study Bible, it's actually in your study Bible. Als u een studiebijbel heeft, een Ellen White studiebijbel, dan is het ook erin, hè, die citaten. She explains it this way. Ze legt het als volgt uit. She says the position of this angel. Ze zegt dat de positie van deze engel. Christ. Christus. With one foot upon the earth and one foot upon the sea. Met één voet op de aarde en één voet op de zee. She's going to be talking about Millerite history. Ze spreekt natuurlijk over de Miller geschiedenis. Shows the worldwide extent of the message. En ze laat zien dat het een wereldwijd effect had, deze boodschap. We're all familiar with that concept. En u weet dat u kent dit concept. And when she talks about these seas,
En als ze dan ook over de zee spreekt. She talks about the islands of the seas. It goes everywhere. Ze heeft het zelfs ook over de eilanden die zich in de zee bevinden. Het gaat overal doorheen. But in the very same passage. Maar in hetzelfde citaat. She says this. Zegt ze het volgende. It's not in your notes. Het is niet in jullie notities. The mighty angel is Christ. De machtige engel stelt Christus voor. His right foot on the sea and his left foot on the dry land. Het is Christus zelfs. Zijn ene voet is op de zee en de andere is op het droge land. This is the bit that I want us to see. Dat is het stukje wat ik u graag wil laten zien. Shows the part which he is acting. Het laat het deel zien waarin hij actief is. In the closing scenes of the great controversy with Satan. In de sluitende scènes van het grote conflict tussen Christus en Satan. Now that's different to this worldwide message image. That's different than the world. This worldwide image concept that we have. Het wereldwijde concept dat wij hebben. That standing on the earth and the sea means he's going to give a message across the world. Dat deze engel, Christus, op de aarde en de zee staat, betekent dat het een wereldwijde boodschap is. Dat het door de hele wereld gaat. Put that to one side for a moment. Zet dat heel even aan de kant. It means something else as well. Het betekent ook wat anders. What it means, wat het betekent, is the part that he is acting. Dat het deel waar hij op werkt. His job. Zijn werk, zijn opgave. At the end of the world, aan het einde van de wereld. If you want to know what the job of Christ is, als u wilt weten wat de taak, de opgave van Christus aan het einde van de wereld is, he's going to show you. Dan laat hij dat zien. And how will he show you? En hoe laat hij dat zien? By the way he's standing. Door de manier waarop hij staat. One foot on the earth, one foot on the sea. Eén voet op de aarde, één voet op de zee. And it's not about a worldwide event. En het gaat niet over een wereldwijde gebeurtenis. The position denotes de positie waarop hij staat. His supreme power and authority. Laat zien zijn zijn macht en zijn autoriteit. Over the whole earth. Die hij heeft over de hele aarde. So that's what it means. Dat is hetgeen wat het betekent. It doesn't mean the message is going to go from one country to another. Het betekent niet dat de boodschap van één land naar het andere land gaat. Only. Alleen. Because it does mean that. Het betekent het, maar niet alleen. Because that's 1840. Want dat gaat over het wat vervuld is in 1844 of 1840. But at the end of the world. Maar nu spreken we over het einde van de wereld, onze tijd. It's talking about his great authority. Nu spreekt het over zijn grote macht en autoriteit. And the great authority that he has. En de grote macht en autoriteit die Christus heeft. Is represented by him standing upon the earth and the sea. Wordt voorgesteld hoe Christus staat met zijn voet op de aarde en op de zee. And he's standing upon the earth and the sea. En hij staat. And he's standing up. The and he's standing. Ja, upon hij staat the earth and the sea. Op de aarde en de zee. Is being symbolized. Dat wordt gesymboliseerd door Revelation 10. Openbaring 10. And then when you begin to bring in Revelation 7. En als we dan daarin Openbaring 7 ook nog mee naar ook daarbij brengen. As his control. As his control. As he begins to take control or als begins Christus to de controle overneemt. Fight en er een strijd begint with these powers at the end of the world. Met de machten aan het einde van de wereld. In the United States. In de Verenigde Staten. And in Europe. In Europa. So we need to start thinking about Europe. We moeten even stoppen met het denken aan Europa. We need to stop or start? Start. We need to start thinking about start. Europe. Heel goed. We moeten ook over na gaan denken hoe het met Europa nu zit. As coming into prophetic history. Want dat komt ook heel duidelijk nu in de profetische geschiedenis naar voren. In a way perhaps that we haven't thought of up to now. In een manier die we tot nu toe nog niet hebben gezien. And you remember I discussed this yesterday evening. En herinnert u, we hebben dat gisteren besproken. Because in the story of 1989. Want in het verhaal van 1989. There was a fight. Er was een gevecht gaande, een oorlog. A war. Een oorlog. Between two superpowers. Tussen twee
supermachten, grote machten. But there were how many battlefronts? Maar battlefronts. Maar hoeveel slagvelden waren er? Two. Twee. And our focus. En onze focus ligt. Was on what, which one? Ligt op welke? Europe. Europa. We didn't really think that much about Afghanistan. Oh, we hebben op dat moment nog niet zoveel gedacht over wat er gaande was in Afghanistan. Now if that history. Als deze geschiedenis. Is going to be repeated at midnight. Zich in middernacht. Tijdens middernacht zich zal herhalen. And we're going to draw in all those characteristics and place it at this way mark. En we alle karakteristieken meenemen en ze plaatsen op deze wegmarkering. I'm suggesting. Stel ik nu voor. That this war between the two superpowers. Dat de oorlog tussen twee deze grote overheden, deze twee machten. Will again be fought on two battlefronts. Weer uitgevochten zullen worden op twee slachtvelden. Not Afghanistan this time, it's Syria. Het is niet Afghanistan dit keer, maar het is Syrië. And Europe. En Europa. So I believe. Ik geloof, ik ga ervan uit. That's why Europe is now coming back. Dat de reden is waarom Europa nu terugkomt. And Revelation 10, Revelation 7. En Openbaring 10 en Openbaring 7. Is identifying the battlefront of Europe. Identificeren de battlefront, de slagveld van Europa, wat zich daar dan plaatsvindt. Yeah, the battlefront is going to be in Europe. Dit slagveld zal in Europa zijn. Hopefully you can see the logic and the reasoning behind that. Ik hoop dat u de logica en ook de reden daarachter ook ziet en verstaat. We could discuss a lot more about Revelation 10. We kunnen nog echt heel veel over Openbaring 10 ook nog. Ja, daarover discussiëren. I've got 10 minutes. Let me show you something that I quite like about this. Er zijn nog 10 minuten en ik wil nog graag toch iets laten zien wat mij ook wel. Not related to this. Totally different subject. Het is even een ander onderwerp. But it's related to our idea. Maar het is wel in verbinding met het idee. The empowerment of the third angel's message. Dat de bekrachtiging van de derde engel. Is all three messages. Zijn alle drie de boodschappen. The first and second and the third. De eerste, de tweede en de derde. You have to think of it three ways. U moet het op drie dingen, op drie manieren erover nadenken. Depending upon the point that you want to make. Het hangt af van het punt dat u wilt maken. I was talking to one of my brothers over the break. Gedurende de pauze was ik met een van de broeders in gesprek. And they said the third angel's message isn't on the 1843 chart. En het ging erover dat de derde engelboodschap eigenlijk niet op de kaart is. It's on the 1850 chart. Het is aanwezig op de 1850 kaart. And I was kind of forced to agree with that. En ja, ik werd ertoe gedwongen daarmee in te stemmen. But it seemed to be in opposition to what I'd said here. Maar het lijkt niet in overeenstemming met hetgeen wat ik daar toen op het bord heb gezegd. That if this is correct, then it has to be on this chart. Want als die kaart van 1843, zoals ik daar op het bord geschreven heb, als die correct moet zijn, dan moet het eigenlijk ook op die kaart te vinden zijn. Then I spoke to another brother. En toen heb ik weer met een andere broeder ook gesproken. And he reminded me. En hij hielp me eraan te herinneren. That on this chart. Ze zijn op deze kaart. You've got Daniel 8:14. Daar is Daniel 8 vers 14 te vinden. In Daniel 8:14. Daniel 8 vers 14. They've got 43, but it's October 22nd, 1844 that they're really identifying. Ze hebben het jaar 1843, maar het gaat over 22 oktober 1844. Is the third angel's message. Dat is eigenlijk de derde engelboodschap. I still contend that this is the third angel's message. Dus ik ben er nog steeds van overtuigd dat de derde engel ook zeker te vinden is op deze kaart. As much as this is. Net evenveel als dat het op de andere kaart te vinden is. And that's why I'm expressing it. That this is the first and second. And this is the third. En om dat nog even te verduidelijken. Deze stelt representeert de eerste en de tweede. En dat de derde engelboodschap. So, the reason why I'm mentioning all of that. De reden waarom ik dit nu even allemaal zeg. Is, just want to discuss a little bit about Revelation 10. Ik wil nog even iets over Openbaring 10. And its relationship to Revelation 9.
en de combinatie in Openbaring van Openbaring 10 en 9. We know Revelation 10 begins August 11th, 1840. We weten dat Openbaring 10 begint op 8 augustus 1840. Which is the end of the second woe. Dat is het einde van de tweede wee. People familiar with that? Is u allemaal daarmee bekend? And it begins the wonderful manifestation of the power of God. What begins at 1840? In 1840. And in 1840 begint die heerlijke manifestatie van Gods macht. The wonderful manifestation of the power of God. De heerlijke manifestatie van Gods macht. Begins in 1840. Begint in 1844. And ends in 1840. 1844. En dat duurt tot 1844. And what do we mark during that history, that four years? Wat markeren we in deze geschiedenis van vier jaren? Today. Vandaag. If you bring that into our history. Als je dat in onze lijn, in onze tijd en geschiedenis brengt. We mark that as the binding off of the Levites. Dan markeren we dat stukje als de binding off. Als het binden, de tijd van het binden van de Levieten. Those 4 years. Die vier jaren. A binding off at least, even if you're not sure. Zijn op zijn minst. If you're not familiar with that. Een tijd van binden. But in Millerite history. Maar in de Miller geschiedenis. We'll put it here. Ik zal het op dit bord. 1840. To 44. Tot 1844. Which is this glorious manifestation of the power of God. Waar zich de glorierijke manifestatie van Gods macht heeft plaatsgevonden. What messages are these? Welke boodschappen hebben daar geklonken? It's the first. De eerste. And the second message. En de tweede engelenboodschap. Then the third. En toen kwam de derde. So you know the glorious manifestation of the power of God. Dus u weet dat de glorierijke manifestatie van Gods macht is the Chazon vision. Het Chazon visioen, het Chazon gezicht. By definition. Gedefinieerd. You just have to think about it a bit if you don't get it. Moet alleen nog even goed aankomen als je erover nadenkt. Because you should be saying amen. Want eigenlijk had ik verwacht een eenduidige the amen. The reason I say that. De reden waarom ik dit zeg. Is because I think we're waiting for some power to come. Omdat wij het idee hebben en wachten op een of andere macht of kracht die komt. And if you can't see it here today, it's never going to be. You're never going to receive it. En als je dat vandaag de dag niet hier zo ziet, dan gaat dat niet gebeuren. Dan ga je dat nooit ontvangen. The power is here. De kracht is hier. Not later on. Niet later. Het is in deze tijd waarin we nu leven. Just one more point I want to add on this. Ik wil nog één punt daaraan toevoegen. Let's bring this here. Laat de geschiedenis nog even teruggaan. And we've got the year 1449. We gaan nu terug naar de W, de tweede W, 1449. 1453. 1840 en 1844. Everybody know that history? Kent u die geschiedenis? Yes, hopefully. Okay. This is the history. Dit is de geschiedenis. Of the sixth trumpet. Van de zesde bazuin. And this is the history. Dit is de geschiedenis. Of the second woe. De tweede wee. 4 years. Vier jaren. Aan het begin en 4 jaren ook aan het einde zichtbaar. So this period here. Die periode hier. The glorious manifestation of the power of God. De glorierijke manifestatie van Gods macht. Is the very last portion of the sixth trumpet. Is het laatste gedeelte van de zesde bazuin. After the restraining. Na het restrain. The binding. Het terughouden van. Of radical Islam. Radicaal Islam. So we're familiar with that. Daar zijn we toch mee bekend. How do we know the sixth trumpet goes up to 1844?
Hoe weten we dat de zesde bazuin eigenlijk tot 1844 gaat en daar eindigt? We normally do that. We kunnen dat doen, we kunnen dat laten zien door... By going into the writings of William Foy. Dan moeten we teruggaan naar een pionier en dat is een boek wat geschreven is door William Foy. Everybody heard of William Foy? Heeft u wel eens gehoord van William Foy? He was one of our prophets in the 1844 movement. Hij was een van de profeten in de 1840 tot 44 beweging. And he was given a vision. En hij heeft een visioen gekregen. And he's given the vision in the year 1842. En hij krijgt een visioen in het jaar 1842. So, I just want to read a portion from his vision. En ik wil graag een gedeelte van dit visioen, van zijn visioen lezen. So, William Foy. William Foy. Is here. Bevindt zich op dat moment daar, 1842. In 42. And he says quite a lot. En hij zegt best een hele hoop. And then he says this thing. He says the sixth angel. En hij zegt de zesde engel. Hath not yet done sounding. Is nog niet helemaal klaar met het trompetten van zijn bazuin. Het blazen van zijn bazuin. He gets the vision in 1842 and he says it's not finished sounding yet. Hij krijgt het visioen in 1842 en de engel is nog niet klaar met het bazuinen. And we use that as the launching pad. En we nemen dat als opstapje. To say that the sixth trumpet ended in 44. Om te kunnen zeggen dat de zesde bazuin geëindigd is. And the seventh begins immediately afterwards. In 1844 en de zevende begint direct daarna. So the question we want to ask ourselves is, where is William Foy standing? Dus de vraag die we ons moeten stellen is, waar staat William Foy op dit moment? And what I want to suggest is that William Foy is not in 1842. En wat ik wil voorstellen, dat William Foy niet in 1842 staat. William Foy is actually standing in 1840. Hij staat eigenlijk in 1840. He's given the vision in 42. Het visioen is hem gegeven in 1842. But the vision actually is being marked in 1840. Maar het gezicht dat hij krijgt wordt eigenlijk gemarkeerd in 1840. So let's read the words just to show that. Dus laat ons nu de woorden lezen dat ons dat ook bewijst, onderbouwt. The reason we're doing this. De reden waarom we dit eigenlijk doen. In fact, there's a number of things that we could get from this, but the only point I want to make. Er zijn meerdere redenen waarom hoe we tot dit punt kunnen komen, maar het punt wat ik nu wil maken is that in 1840. Is dat er in 1840 here, daar the third angel. De derde engel has already begun its walk. Heeft al zijn is al gestart from heaven to earth. Om zijn vlucht van de hemel naar de aarde. It's already on its journey. Te doen. Hij is al onderweg. It began its journey in 40. Hij begon met de vlucht in 1840. And it took 4 years to get from heaven to earth. En het duurde 4 jaar om van de hemel naar de aarde te komen. Okay, so that's what we're going to see in this passage. Dat is wat we zullen gaan zien in dit stukje tekst. And it explains many things if you can understand that. En het legt eigenlijk heel veel dingen uit als je dat kunt verstaan. It explains the relationship here. Het laat de relatie zien die we. Het laat een stukje relatie zien met wat we daar hebben uitgelegd. That our history. Dat onze geschiedenis. Is the empowerment of the third angel. De bekrachtiging is van de derde engel. Because the third angel is coming from heaven to earth. Want de derde engel komt van hemel naar aarde. And it takes 4 years. En het duurt 4 jaren. For it to get here. Om hier ook aan te komen. Symbolized. Gesymboliseerd. By this wonderful manifestation of the power of God. Door de manifestatie, door een glorierijke manifestatie van from 1840 to 1844. Zoals we die gezien hebben in 1840 tot 1844. 9/11 to Sunday law. 9/11 tot de zondagswet. Or 9/11 to midnight cry. Of 9/11 tot de middernachtsroep. Depending what group of people. Dat hangt even af van welke groep mensen we nu spreken. That are being sealed, that we're referring to. Over de verzegeling waar we het nu over hebben. I want us to become familiar with the third angel being conceptualized by either one of them. The third, the first and the second, or all three. Het hangt
ook even af van welke we nu spreken. Is het nou de eerste, de tweede of de derde? Of hebben we het over alle drie tegelijk? And this is a nice proof to show that. En dit is eigenlijk een mooi bewijs om dat goed te laten zien. Near the place. Dicht bij de plek. Through which we passed. Waardoor we heen getrokken zijn. I beheld a mighty angel. Daar zag ik een machtige engel. Clothed in pure white raiment. Gekleed in pure witte gewaden. Having a crown of brightness on his head. Een hele heldere, schijnende kroon had hij op zijn hoofd. This mighty angel is the third angel. Deze machtige engel is de derde engel. He appeared. Hij verschijnt. To be gazing through the bar. Gazing through just the bar. Just say the word bar. Bar. And I mean, is it not a Dutch version of bar? What does it mean? To I'll explain gazing, it. To gazing look. Through the bar. He's looking okay. Through the bar. Okay. Hij kijkt door de like a window bar. Just say whatever. Okay, no, I'll do it accurately. I'll do it in English. He appeared to be gazing through the bar. I'll paraphrase now. Het lijkt, ik lees het nu gewoon voor. Het lijkt erop dat de engel door iets heen kijkt. The word bar. Het woord bar. B-A-R. Is a bench. Is een soort hek. That you have in a courtroom. Ah, dat je in een rechtszaal hebt. This is the judgment bar of God. Dat is de... dat ding staat ook in het rechts... Of dat is het... De judgment bar. Zoals dat the ook judgment bench. Zal zijn in het gerechtsgebouw bij God. Or the judgment seat. Het hekwerk of de zetel. Think Daniel chapter 7. Denk even aan Daniel hoofdstuk 7. When the thrones were set. Wanneer de tronen worden opgericht. And the thrones were set up and the judgment was set. En het oordeel was ook werd geveld. So he's looking through the bar. Dus hij kijkt over het hek heen. Which is dealing with the judgment. Wat dus over het oordeel gaat. 1844. And his eyes like lamps of fire. En zijn ogen zijn als lampen van vuur. Were fixed with steadfastness upon the earth. Die heel aandachtig kijken en gefixeerd zijn op de aarde. So he's in heaven. Zo. Hij bevindt zich in de hemel. Here he is. Daar is hij. There's this. This is not a good way to do it, but I'll put a bar here. Daar is zo gezegd dat hekwerk. And he's looking at the earth. En hij kijkt naar de aarde. This is a courtroom. Dat is een rechtszaal. J for judgment. J voor oordeel. He stood with his right foot placed before him. Hij stond met zijn rechtervoet. So I'm leaving some work for you to do. Hij stond met zijn rechterbeen naar voren. Because now he's dealing with the right foot. And we're picking that up in Revelation 10. En dat pakken we weer terug uit Openbaring 10. He had his right foot placed before him as though walking. Het ziet er dus nou uit alsof hij loopt, aan het lopen is. So as he sees him, he's like this, walking. Dus als we hem zien, dan ziet hij er zo uit alsof hij aan het lopen is. And his object appeared to be to reach the earth. En zijn doel was om de aarde te bereiken. But three steps remained for him to take. Maar er waren nog drie stappen overgebleven die hij nog moest nemen. So he's got three steps to take. Hij heeft drie stappen nog om te maken. The first, second and third step. De eerste, tweede en derde stap. And when he's get the third step, he's going to reach the earth. En als hij zijn derde stap heeft gedaan, dan bereikt hij ook de aarde. So you know. Dus daarmee weten we. This third angel. Deze derde engel. Is coming into history. Komt in de geschiedenis. When? Wanneer? In 1840. In 1840. But it's going to take 4 years or three steps. Maar er zijn 4 jaren of 3 stappen nodig. August the 11th, 1840. 11 augustus 1840. April the 19th, 1844. 19 april 1840. October. 1844. October the 22nd, 1844. 22 oktober 1844. Three steps. 3 stappen. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
to reach the earth. Om de aarde te bereiken. But you can already see it in prophetic history. Maar we kunnen het in de profetische geschiedenis ook al zien. Which is all wrapped up in the way we understand the third message. En dat is alles verbonden zoals wij ook proberen te zien hoe de derde engelboodschap eruit ziet. At one level it's the third angel but comes in three steps. Op een bepaald niveau is het de derde engel die in drie stappen komt. Against his breast. Tegen zijn borst. And across his left hand. En over zijn rechterhand. Was as it were a trumpet of pure silver. Was een trompet van puur zilver. And a great and terrible voice came from the midst of the boundless place. En een grote, angstaanjagende stem kwam vanuit het midden van de boundless place. With no borders. Vanuit een grenzeloze plek. Saying the sixth angel has not yet done sounding. En deze stem zegt: de zesde engel is nog niet klaar met bazuinen. Now there's much more in this chapter. Er is echt veel meer in dit hoofdstuk. But when the second woe ended. Maar als de zevende, dus als de tweede wee begon. There's an expectation. Is de verwachting. That everything was finished. Oh, als de tweede wee eindigt, dan is de verwachting dat alles tot een einde komt. But it's only the beginning. Maar het is alleen het begin. The sixth trumpet has a lot more work to do. Het zesde bazuin heeft nog veel meer werk te doen. And you get the introduction of the third angel. En dan komt ook de introductie van de derde engel. As he begins to go from heaven to earth. Als het ook van de hemel naar de aarde start, met het van de hemel naar de aarde komen. In three steps. In die drie stappen. Now ask yourself the question. Een vraag. I don't profess to know everything about what all of this imagery means. Ik pretendeer echt niet dat ik alles weet wat al deze symboliek betekent. But from what I can see. Maar voor zover ik dat kan zien en beoordelen. Part of the point that's being introduced here. Wordt deels het punt geïntroduceerd. Is that the first angel. Is dat met de eerste engel. Is the second angel. De tweede eigenlijk, de eerste engel de tweede is. Is the third angel. En dat ook de derde engel is. They're not different people. Het zijn geen verschillende mensen. They're all the same entity. Het is allemaal één en hetzelfde entiteit. They're all the same thing. Het zijn allemaal één en hetzelfde ding. Because this person, want this third angel. Deze engel. He's taking the three steps himself. Hij is degene die deze drie stappen zelf moet zetten. Symbolize the three angels. Gesymboliseerd door de drie engelen. But we know he's the third. Maar we weten dat hij de derde is. Because he can't arrive to the earth until he gets the third step. Want we weten dat hij de aarde niet bereikt totdat hij ook de derde stap heeft genomen. The reason why I'm speaking about these things. De reden waarom ik over deze dingen spreek. Is I want us to rethink. Is ik ben erop gedoeld dat we er opnieuw over nadenken. To expand, that's a better way of saying it. Om een bredere blik te krijgen. To expand our understanding of what these angels are, what they look like. Om een bredere blik, om beter te begrijpen wie deze engelen zijn en hoe het eruit zag en uitziet. As we begin to see the work that God's people must do. En als we daardoor ook beginnen te zien wat het werk is, de opgave is, wat Gods volk zou moeten doen. Let's close this prayer. Laat ons afsluiten met een gebed. Heavenly Father. Hemelse Vader. We thank you. We zijn u dankbaar. That we are living in the time period. Dat we in de tijd leven. Of the glorious manifestation of your power. Waarin de glorierijke uiting van uw macht plaatsvindt. Father, we should be basking in the light of the third angel. Vader, we zouden ons moeten begeven in het licht van de derde engel. But so many of us. Maar velen van ons, Heer. At so many times in the day. Zoveel momenten ook van de dag. Are crawling in the dust. We rollen om in het stof. Having a miserable experience. We hebben een waardeloze ervaring. Waiting for some future glory. Wachtende op een soort toekomstige glorie en heerlijkheid. And we're not wasting time.
We verspillen geen tijd. It's far worse than that. Het is eigenlijk nog veel erger. We're destroying ourselves. We verwoesten onszelf. Failing test after test. En we falen bij verschillende testen hier. Test na test, daar falen we. Father, give us hearts. Vader, geef ons harten. To be able to repent. Om ook bekeerde harten. And to turn to you. Om in staat te zijn ons te bekeren en naar ons naar u toe terug te keren. And from this moment. En vanaf dit moment. Recommit our lives. Geven we ook ons leven heel bewust aan u over. To live the experience. Om ook deze ervaring. That we've just read about. Uit te leven waar we ook net over hebben gelezen. Father, as we have studied these words. Vader, als we deze woorden hebben bestudeerd. May they have fed our spirit. Laat ze toch onze geest voeden. And Lord, as we begin to partake of our natural food that you have given to us. En Vader, we zijn u ook dankbaar voor het eten dat u ons ook geeft voor ons lichaam. We pray that that food will strengthen our bodies. We bidden u ook dat dat eten ons lichaam sterkt. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Amen.